Even leek het erop dat deze burgerzoekers woensdagavond succes hadden. De hele dag speurden ze twee gebieden in en rond Zeist af. Uiteindelijk vonden ze vlakbij de Sparrenheuvel twee houten kruisen in het bos. Maar ook hier werd geen spoor van Ruben en Julian gevonden. De broertjes uit Zeist zijn nu al ruim een week vermist. De kruisen werden dicht bij het huis van de moeder gevonden. De politie zette vervolgens een groot gebied in het bos af en onderzocht de grond. Helaas met negatief resultaat, al dus de politie. Speciaal getrainde mariniers hebben de hele dag het gebied tussen Renen en Doorden doorzocht, maar rond 9 uur zijn ook zij gestopt met zoeken. De zoektocht gaat de komende dagen verder in gebieden waar de politie nog niet eerder is geweest.